Protesters have arrived at your zoo? Oh, for fuck, wat moeten jullie nou weer? Dag, dames en heren, welkom terug bij Planet Zoo. De serie waarin wij een zo goed mogelijk lopende dierentuin proberen te creëren voor zowel klant als dier. Voornamelijk dier. Goed, de vorige keer dat ik eigenlijk hiermee bezig was, waren de schildpadden aan het krikken. Ik weet nog niet of die al eruit zijn gekomen of dan ook. Ik moet sowieso mijn lijst met dieren in de gaten houden dat het niet te wild wordt. Kijk hier, welfare. Afrikaanse buffel. Een kleintje. Hallo kleintje. What the hell is going on? Animal has severe welfare issues. Leg uit. What's the deal? Waarom? Animal is distressed and is trying to hide. Oké, ik kreeg een aantal suggesties van jullie dat ik iets van een grot moet gaan maken. Kijk, zie je deze stenen hier? Als ik die omhoog lift, kan ik een soort van grotje maken waarin ze zich kunnen verstoppen. Hetzelfde geldt met, zeg maar, gewoon letterlijk grond, heuvels maken, zeg maar. Ik moet nog steeds even kijken, wat houdt dit nou in? Kan ik gewoon letterlijk dit een cube maken, dat het zo een grond omhoog gaat? Zo ja, dan kan ik een grotje creëren. Misschien is dat wel even handig, dat ik dat hier aan de achterkant ga maken of zoiets. Dus moet ik iets meer de barrière gaan uitbreiden. Dus die hoek eventjes weg. Wil ik zo. Zo wil ik het uitbreiden. Dus deze kant. Footsie. Zo, deze kant wil ik nog eventjes van glas maken. Zodat in ieder geval van beide kanten er doorheen kunnen worden gekeken. Deze plantjes haal ik eventjes weg, want die voegen niks toe. En hier gaan we dan... Ja, we kunnen een cilinder, maar laten we een sfeer maken. Kunnen we de hoogte aanpassen? We kunnen de breedte aanpassen. Hoogte hoeft niet... Hij heeft niet zo denderend... Oh, god damn, dat is hoog. God damn, that's a big boy. Phil. Oh. Oh. Huh? Oké. Hemel. Dat is een kuil. Bam. Dat ziet er zo stom uit. Oh god, wat een verschrikking. Oh god, wat een verschrikking. Oké. We gaan graven. We gaan hem sculptureren. Nou, dit ziet er toch best oké uit. Ja, ik probeer dit zo natuurlijk mogelijk te maken. Dus ik moet die buitenste randen nog een beetje... Ja, fine-tunen, zeg maar. Maar hopelijk... Is dit groot genoeg voor het beestje om in te schuilen? Smooth is ook een belangrijk... Oeh ja, dat hij zo half open is. Dat heeft ook wel iets. Oké, hier een beetje smooth. Daar een beetje, daar een beetje. Hier aan de zijkanten vind ik belangrijk dat het smooth is. Dat het niet inderdaad echt overkomt als een bult. Maar dat beesten er bij wijze van ook nog op kunnen lopen. Lijkt me een leuke eigenschap. Oké, dit zou toch op zich wel een plek zijn om te verstoppen. Laten we dan ook nog even een paar bosjes erbij doen. Of een steen. Dan moeten we natuurlijk wel even de juiste biome. Dus temperate. Was het temperate? Nee, het was niet temperate. Gosh. Oeh ja, misschien dit inderdaad. Flap. Al zijn ze het nooit echt helemaal mee eens met zulke soort plantjes. Misschien dat als een extra cover systeem zijn. Heb ik hem te open gelaten? Misschien wel, hè? Oké, ik maak hem iets meer dicht. Maar ja, hij moet er uiteindelijk wel in kunnen lopen. Dat is een beetje het ding. En nu gaan we kijken of hij er überhaupt gebruik van gaat maken. Go, my boy. Go, you can hide. You can hide. Trying to hide. Oh, hij is al minder gestrest. Hij gaat letterlijk onder de brug staan. Oh, oh! Mijn hart! Lutalo! Lutalo is overleden! No! Lutalo! Wow, er staat bij has died, welfare 96%. was het zijn tijd? Hoe oud is hij? Hij was wel inderdaad aan zijn eind. 18 jaar. Ja, we zaten er al op te wachten als je het zo bedenkt. Moet ik hem dan zelf nog... Oh! Ah! Oh. In loving memory of Common Warthog Lutalo. 17,9 jaar. Bijna 18 jaar oud. Died of old age. Nou, dat is toch eigenlijk de meest prachtige manier
om te kunnen te overlijden. Niet aan een ziekte, maar gewoon uit ouderdom. Calvet, huppakee. We shall never forget you, Lutalo. Dankjewel. Blijkbaar is letterlijk onder de brug hier... is ook een plek om te verstoppen voor bijvoorbeeld zo'n beestje. Ik weet niet of mijn beestjes überhaupt deze grot gaan gebruiken... want ik zie hier Kaliet lopen. Lichten die er gebruik van gaat maken. Maar aangezien Lutalo is gestorven... hebben wij dan een, hoe zeg ik dat, een vervanger ervoor nodig. Ik kijk eventjes... Ik zie twee mannetjes en één vrouwtje, dus ik ga ervan uit dat het niet nodig is. Ik kijk hier trouwens ook even bij de welfare van de green iguanas. Het is niet helemaal in orde. What is up, my dude? De layout is niet in orde. Ja, dat klopt. Die is inderdaad nog niet in orde, omdat ik dat nog niet heb geresearched. Ik weet niet of mijn dudes daar überhaupt mee bezig zijn. Daarover gesproken. De Afrikaanse buffel heeft er iets bij gekregen. Even kijken, wat heeft die erbij gekregen? Juist, ja. Weet je wat we gaan doen? De Afrikaanse buffel hebben we genoeg van geleerd. De green iguana. Die moeten gewoon, wat dat betreft, even goed staan met de researches. Zodat we de layout in orde hebben. Zodat die in ieder geval tevreden zullen zijn. In ander nieuws. Onze centjes gaan lekker omhoog. Dat is dikke prima. The zoo feels pretty small. That litter is disgusting. Is dat nog steeds een probleem? Want ik dacht dat ik dat wel had getackled met meerdere... ik zie het hier inderdaad nog. En mijn afvalbakken worden ook gewoon omver getrapt. Daar ga ik zo slecht op. Waarom? Het zou nog zo wel eens kunnen zijn dat we inderdaad meer van alles moeten inhuren. Oh my god, iedereen heeft een high workload. Vendors is gewoon wat het is. Die zal ik moeten trainen. Want ik ga er niet meer inhuren, want dan staan ze uiteindelijk niks te doen. Veterinarian heeft het druk. Dus jij gaat trainen en je krijgt meer centjes. Die andere gaat ook trainen en meer centjes. High workload. Hoe kan dat nou? Really busy at the moment. Meer caretakers? Extra caretaker. Boom. Meer keepers? Nog een extra keeper erbij. Boom. Extra mechanic erbij? Zo te zien wel. Mechanic. Boom. Security. Low workloads. Oké, die zijn in orde. Vendors. Really, moet ik er nog eentje bij doen? Eentje is commuting. Die gaat waarschijnlijk terug. Deze is voor de rest niks aan het doen. Misschien eentje extra bij. Aangezien al deze met een vinkje, die zijn aan het werk. Prima. Eentje erbij. En nog één veterinarian erbij. Dat lijkt me op zich wel prima. Aangezien de workloads high zijn. Alhoewel, ik heb deze getraind. Dus die hou ik even voor wat het is. Giant Desert Hairy Scorpion has had an offspring. Is dat zo? Heb je er weer 70 uitgekakt? Goddamn. Let me look at my animals. Oké, welke zijn er zojuist geboren? Ik tel Flora. Ik tel Ember. Ik tel Ivietta. Ik tel Iben. En ik tel Wright. Dat zijn er weer gewoon 5. Het is ongekend. Hoe lang gaan die beesten mee, joh? Pleur is lang, heb ik het idee. Dus al deze nieuwe schorpioentjes send to trade center. Move to trade center, zodat we even kunnen kijken wat dat uiteindelijk zal opleveren. Of 2000 centjes of 16. Weet je wat, ik doe dit, 15. En de bronzen die ga ik uiteindelijk verkopen. Nou, wat een quick trade, goddammit. Why ain't it quick trading? Deze wilde ik release the wild. Wauw. Select all. Move. Quick. Trade. Waarom werkt het niet? Release the wild. Het mocht niet. Ik mocht ze niet zomaar verkopen. Ik weet niet waarom, maar het mocht niet. Oei, oei, oei. De rijen zijn lang bij de winkels. Lang bij de winkels. En letterlijk loony balloons. Percentage van klanten die ontevreden zijn. 100%. Waarom? Is het te duur? Want als het aan dat ligt, knikker het maar weg. Hier, high demand for girl pea soda. High demand for food. High demand for information center. De andere is efficiënt. Toilet block. High demand. Ja, en loony balloons. Ja, ik denk dat ik die maar gewoon weg moet knikkeren. Er staat bij efficiënt, maar scenery 32. Nope. Get the fuck out. Als iedereen tevreden is. Ik wil weten, wat zijn de gedachten van de klanten? Dat wil ik weten. Ja, er zijn te veel mensen in dit gedeelte. Misschien moet ik inderdaad gewoon een extra toilet gaan plaatsen. Aangezien er inderdaad... Dark Hawk wordt te veel gebruikt. Dus om dat te bestrijden gaan we hier een groot toiletblok plaatsen.
Bam! Kost ook gewoon bijna 5000. Oké, een etenswinkeltje is volgens mij ook van belang, aangezien die andere op high demand was. Ik heb er letterlijk maar één. Dus dat is op high demand. Nu hebben we 2 information shops. 2 drinkshops, hier één en daar één. 2 etenshops en 2 toiletten. 1 grote en 1 kleine. Dus dat zou wel goed moeten komen. Dan moeten we nu natuurlijk eventjes de scenery aanpassen. And then we good. Education is low, but the average guest needs. Hoe kan ik dat tackelen? Moet ik gewoon meer borden plaatsen? En het ding is guest education. Ik heb hier borden. Ik heb overal bij elk dier heb ik borden staan. Moet ik hier op de brug, moet ik hier borden gaan plaatsen? Educational speakers. Die zou ik op zich kunnen plaatsen. Plaats ik hem daaraan vast. Plaats ik hem daaraan vast. Gewoon aan de lantaarnpalen. Oh! Oh! Oh, kut! Oh, paniek! Paniek! Wat? Dangerous animal has escaped. Ayore. Ik zie jou hier staan. What the F happened? De barrière status is nog 60%. Hoe ben jij ontsnapt? Ik ga je in de gaten houden. Hij staat hier! Hij is in zijn hok! Hoe is hij ontsnapt? Hij is helemaal niet ontsnapt. Hij zit er gewoon weer in. Oh, nee, waar? Oh. Hij trekt een sprintje. Het was vals alarm. Het was serieus vals alarm. Oh my god, zie die groep aan mensen die hem gewoon boekt hier. Get the fuck out, een struisvogel is ontsnapt. Fuck. Wat kut, er is helemaal niks aan de hand. Educational content. Doe die maar over de buffel. Doe die maar over de ostrich. Doe die maar over de warthog. Lekker door elkaar heen zitten jetteren. Is ook goed. We hebben iets geleerd van de timberwolf. Wat hebben we geleerd van de timberwolf? Ja, mooi. Oh, wacht eens. Heb ik voldaan aan een... Oh, breed a new habitat animal. Ik zat te hopen dat ik aan deze voldeed. De common ostrich education rating. Maar nee, hè, nog steeds niet. Ik moet denk deze educational speakers meer rond gaan plaatsen. Alleen ik moet gewoon even kijken waar. Oeh, kijk, dit is handig. Dit kunnen we ook wel doen. Een speaker plaatsen. Hierbovenop. I don't know, worden die beesten dan gewoon niet compleet kierenwiet? Ik denk juist dat het welzijn van die beesten gaat aantasten. Wauw, ik heb zojuist een speaker geplaatst waar ik niet bij kan. Shit. Kijk, dit is wel perfect. Al doe ik de range van die speakers op 7, dan pakt dat deze hele cirkel mee. Alleen die, daar kom ik gewoon even niet zo lekker bij. Wacht heel even. Kan ik daar... nee. Mag ik die speaker eventjes pakken? Dank u. Dan leg ik hem even hier midden op straat. Plaats ik die weer even terug. En dan kan ik de speaker hier bovenop doen. Voordat het me straks alles kost en ik heb er niks aan. 8 is eigenlijk ook goed. Dan overtreedt het net dat pad. Prima. Scorpion. Zo. Elke exhibit heeft nu een educational speaker. Dus hopelijk helpt dat. Ter educatie van de klantjes. Ik hoop dat jullie nu wat meer leren. Want dat is blijkbaar echt een... Ja, een probleem wat ik heb. Ah, de iguana heeft een nieuwe research. Dat is mooi. Hopelijk voor de layout kunnen we dan... Inderdaad, kunnen we iets aanpassen. Oh, kijk, het vlees of het eten wordt nu in ieder geval hierop geplaatst. Dat is mooi. I am happy. Oeh. Ik zie nu ineens van die bedjes. Ik wil hierin, wil ik eigenlijk ook zo'n bedje plaatsen. Dat valt onder habitat. En... Bed. Hier, bed. Mag ik hier een bed in plaatsen? 2 bedden. 2 bedden is ook wel poch. Yeah. Ik weet niet of dat helemaal past, maar 2 van die bedden erin. In de hoop dat ze het gaan gebruiken indien ze daar behoefte aan hebben. Qua welfare ziet het er over het algemeen goed uit. Ik zie dat Embre elderly is, dus die zou op lange termijn natuurlijk kunnen komen te overlijden. Nu weet ik even niet hoe lang timberwolven kunnen overleven. Gemiddeld 12 jaar. Ja, Embre zit op hemeltje. Ja, 11 jaar. Dus die heeft nog een jaartje te gaan. Oh,
Is Waldo, is die al... Waldo is nog steeds niet volgroeid. Het is nog steeds een jochie. Toy enrichment. Toy enrichment is only partially covering the animal's needs. Partially covering? What the fuck do you mean? Wil je dat je hier ook meer enrichments hebt? En dan kan ik die bal gewoon letterlijk daar naartoe verplaatsen. Blood scent marker enrichment. Ook voor de timberwolf. Oké, blood scent marker. Zet dat maar naast het eten neer. Ik zie nu ook een beetje qua temperatuur dat hier het nogal warmer is. En inderdaad, ik heb zo'n sprinkler geplaatst. En dat helpt wel en is allemaal heel leuk en aardig. Maar ik zie dus dat hier de temperaturen niet verzorgd worden. Dus dat moet ik eventjes aanpassen. Ik heb ze staan op 2 graden Celsius. Dus daar moeten die anderen natuurlijk ook op komen te staan. Zo, er zijn nog een paar kleine streepjes aan warm gebied. Maar over het algemeen is het lekker koud. Dus ik ga ervan uit dat dat goed zal zijn. Hoe maakt u het, Sadie? Toy enrichment is goed. Alleen de nutrition zie ik dat er iets aan mist. En dat is animal meal quality. Zullen wij eens even kijken of wij daar iets aan kunnen doen? Food quality. Naar nummer 2. Hoppakee. Kijk hier, last meal quality van de common ostrich is wel dus omhoog gegaan. Dat is wel goed. Eens even kijken. Als ik... Zou ik dat nog meer kunnen aanpassen? Nou, bij de ostrich kan ik zelfs naar grade 3 gaan. Laten we dat maar gewoon doen. Grade 2 is die. Grade 3. Voor de buffel. Ja hoor. Ik ben nu wel echt big spender mode aan het gaan. We hebben hier een vet research. Dat is voor de iguana. Wederom. Very good. En nog één. Very good. Nou, dat gaat lekker. Iguana's worden verwend hier. Layout. Hier. Bob. Een steen erbij. De derde is nog niet unlocked. Social health. Group size is too large. Laat maar raden. Jullie hebben kindjes gekregen. I spy with my little eye. Een iguana erbij. Van 0,0 jaar. Dat klopt. Xiutelu. Jemig, dat is een hele lastige om uit te spreken. Really, of move to trade center. Want inderdaad, dat moeten we niet hebben. Dat dat natuurlijk te groot is. Boa constrictors. Ja, er is er hier weer eentje geboren. Die mag ook naar de trade center. En ik spot hier een struisvogel van 23 jaar oud. Die heeft het niet naar zijn zin. Die is waarschijnlijk helemaal gestrest. En probeert te verstoppen. Ja, nu zit ik op mijn beurt. Dom beest. Ik heb hier een fucking grot. Maak er gebruik van. Ik bedoel, er gaat al een Warthog in zitten. Die heeft het prima naar zijn zin. Alleen deze, ja... Ja, ik vind het zo stom. Trying to hide. Is het misschien omdat die mechanic hier binnen staat? En die is de muur aan het verbeteren. Wie weet. Wie weet. Maar als wij even kijken bij de exhibit... trading center. Dan kunnen wij kijken van... Oeh. Deze gaat voor 7 weg. Het is een zilveren. Hoppakee. Boom, baby. En die andere wil ik wel quick traden. Confirm. Blam. Nice. Dan zitten wij inmiddels op 776 conservation credits. Daar kunnen we best wel een beetje mee halen, hoor. Dat is al wel wat. Voor de maximumprijs van 700 zouden wij een Indian Elephant kunnen halen. Dat is big boy stuff. Dat vind ik... Het gaat een beetje buiten mijn bereiken, heb ik het idee. Ik heb het gevoel dat ik het nog een beetje kleiner moet aanpakken of zo. Dan ga ik... Kijk, zoals hier, een tapier. Een tapier is perfect. Zullen wij eens kijken naar een tapier? Want ik zie hier 2 vrouwtjes. Ik zet er een hartje bij. Zoopedia. Wat heeft een tapier nodig? Komt uit Midden-Amerika vandaan. Heeft een grade 2 hek nodig met een temperatuur van gemiddeld 28 graden. 430 vierkante meter zijn er nodig met een water requirement. Ze worden ongeveer 24 jaar oud. Beide mannetjes en vrouwtjes. En een groep bestaat dus ook uit 1 mannetje en 1 vrouwtje. Reproduction in captivity is heel makkelijk. Oké. En we hebben dus eigenlijk al best wel wat food enrichments. En habitat enrichments, zoals een rubbing pillar en een forage box enrichment. Dus een beardstapier zou inderdaad een makkelijke volgende stap zijn. En die zouden we bewijs van hierachter de schildpadden kunnen plaatsen. Over de schildpadden gesproken, hebben jullie al voortgeplant? Jullie zitten constant met elkaar op te treden. Dat vind ik leuk om te zien. Er is er nog steeds geen één bijgekomen. De vorige keer kreeg ik wel een melding van... Hé,
We are fucking here. En ik ga even het voedsel van de schildpadden aanpassen, zodat zij in ieder geval daar ook meer tevreden over zullen zijn. We kunnen hier een extra tak aan maken. Zo achter de schildpadden langs of hier meer naar links of zoiets. Wat uiteindelijk dan zal helpen. Ja, dat lijkt me wel wat. Of inderdaad hier. Alhoewel, dit is misschien de kant waar ik de exhibits naartoe wil uitbreiden. En hier midden wil ik dan winkeltjes nog hebben op late termijn. Dus ik denk dat hier inderdaad een betere plek zal zijn. Dus ik moet 430 aan vierkante meter hebben aan een grade 2 hek. Dat is glass, of dat is chain, of corrugated. Maar dat vind ik er helemaal klote uitzien. Maar dat zouden we op zich wel kunnen proberen. Ik had twee tapiers eigenlijk gehighlight. Ik doe er eentje weg, aangezien er beide vrouwtjes waren. Dus ik ga eventjes kijken bij het andere prijzenlijstje. Of hier ergens een mannetje tussen zit. En dat hebben we zeker. Tupok, het mannetje. Met een prijs van 400. Die pakken we ook eventjes erbij. Zo. Mannetje en een vrouwtje. Mannetje is bijna 5 jaar. Vrouwtje is 11 jaar. Hoe oud kunnen ze eigenlijk worden? 24 was dat toch? Ja. Ja, ik zou zeggen, schaf ze aan. Ik, I'll take them. Selecteer allebei. Send to zoo naar habitat nummer 4. Dan gaan wij kijken als zij daadwerkelijk geplaatst worden. Wat hun benodigdheden zijn. Oké, het welfare van dit beestje gaat flink achteruit. Aangezien, ja, die blijft hier staan. Die staat hier verstijfd. En die probeert niet te verstoppen. Dus misschien moeten we even de keeper er naartoe brengen. Van, hey, doe even kalm aan. Komt allemaal goed. En dan hier één tapier op de locatie. Hartstikke mooi. En met een echt een onuitspreekbare naam. Dat moet ik misschien ook maar gewoon niet proberen. Social. Stik prima. We gaan wel eens even kijken. Hard shelter is nodig. Meer kortgras is nodig. Te veel langgras. En we hebben meer soil nodig. Qua ruimte zitten ze op 1062 in plaats van de gebruikelijke 486 die ze willen. Dus dat is positief. Nu moeten we eventjes een soort meertje creëren. Ze willen natuurlijk ook toegang tot water hebben. Nu moet ik er ook even op letten dat het binnen de range valt. Dus misschien moet ik het water hier links gaan maken of hiervoor. En dat dat dan zal voldoen. Oeh, we zitten net aan de watergrens. Die zal ik dus eventjes beter moeten maken. Maar het zit wel op de grens van, hey, het is goed water. Dus nog iets meer. Ik moet nog iets groter maken. Dit moet toch wel voldoende water zijn. Ik zie een ruim voldoende, ja. Oké, ik moest nog wel een klein beetje shortgrass erbij doen. Want die zit een beetje aan de kortkant. Zo, dat is goed in balans. Planten. Jullie willen planten. Dat kunnen we regelen. Even kijken. Uit Zuid-Centraal-Amerika. En het zit tropical, temperate en grasslands. Dat is van alles wat. Coverage is minder. Planten zijn goed. Hé, dit is weird. Kijk hier. Plant type en coverage is appropriate for this animal. Maar hier staat coverage in het rood. Dus ja, wat er... ik snap te weinig van. Zal ook eigenlijk wel. We moeten nog even voor hard shelter zorgen. Nu zouden we op zich weer zo'nzelfde grotje kunnen maken. Is op zich wel geinig. Alright, ik heb hier een huisje geplaatst. Dat is blijkbaar qua hard shelter is dat voldoende. Alright, tapirs. Enrichment. Food enrichment en toy enrichment. Maar natuurlijk, dat was ik inderdaad nog helemaal vergeten. De beard tapir vindt de large barrel feeder echt om te gillen. Plop, zetten we die daar neer. De rubbing pillar zetten we hier neer. Sprinkler vinden jullie blijkbaar ook leuk. Volgens dit ding wel. Zetten we die in deze hoek neer, aangezien die weinig water is. Bap. En hoppakee, qua enrichment is dat ook in orde. Nou, dan zijn jullie toch eigenlijk helemaal tevreden, zou je zeggen. Dan moeten we nu natuurlijk ook eventjes nadenken over de temperatuur. Het klimaat heb ik nog niet helemaal onder de knie. Want deze beesten houden van een temperatuur van zo'n 28 graden. Dus dat moet ik natuurlijk wel eventjes sowieso stabiliseren. Door middel van een heater. Protesters have arrived at your zoo. Oh, for fuck. Wat moeten jullie nou weer? Fella Mupi. Protesters are angry about the low welfare
as some of your animals improve the care given to your animals and the protesters leave. Ja, dit tyfusbeest, die is gestrest en die doet niks anders. Ik weet ook niet waarom. Ik weet ook niet waarom. Hier, move maar. Ah, wat kan ik doen? Kan ik deze niet gewoon even naar een quarantaine nemen of zoiets? Is het quarantaine facility, call a vet. Laten we maar een vet er naartoe brengen. Oké. Nou, daar ging de vet. Die kwam binnen en die ging weer naar buiten. Dankjewel, Reinevuller. Ja, deze... Ik weet niet, hij verplaatst niet. Hij is helemaal wild. Ga maar naar een quarantaine. Het is niet omdat je ziek bent, maar het is gewoon... Het zit niet goed in je brein of zoiets. Ik kan er niks aan doen. Oh, hemel. Ik was vergeten de donatiebox hier te plaatsen. Maar ook education spulletjes. Dat is natuurlijk ook net zo belangrijk. Zijn de protesteerders al weg? Oh, wat? Er is een zoo inspector. Inspecting habitat 2. Oké, habitat 1 heeft 4 sterren. Habitat 2 heeft 5 sterren. Dat is deze. Oeh, dat is de inspecteur. Alsjeblieft, habitat 3. Doe het goed. Habitat 4 staat nog niet op de lijstje. Aangezien ze er al was. En toen pas ging ik habitat 4 bouwen. Dus dat is geen enkel probleem. Nou ja, sowieso mag ze best doen. Het habitat 4 is een fucking prachtwonder. Alsjeblieft, 5 sterren. Oh, ik zag het. Ik zag het. Iemand tikte hier die bak omver. Klotezooi. 5 sterren voor habitat 3. Heel mooi. I like that. Moet inderdaad qua education moet ik hier nog wel wat aan doen. Maar dat kan ik op zich op deze manier fixen. Oh. Dit is waar het fout ging. Ik kreeg een melding. Animals will fight due to overcrowding. Zeg dat dan meteen, je dumb fucks. Was dat het stressgedeelte? Was dat de reden waarom jullie gestrest waren? Oh, er zit er hier een die, wat is het, gewond is? Oh, damn. Call a veterinarian social space. Crowding issues. We are tackling it. Oh, wacht. Social welfare issues. Is het gewoon dit terrein? Dat het te weinig is? Dat het krap is of zo? Moet ik uitbreiden? Dat begint hier inderdaad wel pleuris druk binnen te worden. Nou, deze heeft sociale welfare, is gewoon goed. Alleen deze, die stresst hem voor een of andere reden. Crowding issues are present. Is het gewoon omdat deze grot te klein is? Dat je daardoor hem gewoon tript? Ik denk dat dat het is hoor. Ik denk dat dat het is. Want hier... Het vierkante meters van dit hok is 2660 vierkante meter. En deze zit hierin. En dan druk ik op terrain en dan staat er hier 43. Dus te druk. Dus ik moet, denk ik, 1 bed weghalen. Omdat het anders hier binnen gewoon te druk wordt. Oh my god. Oh my god. Het is zo druk op deze brug. Oh shit. En die protesteerden staan hier ook tussen. Fella Muppi. Abru. Abru Filamupi. Ik doe zo mijn stinkende best om die beesten hier een goed leven te laten leiden. Ik doe zo mijn best. Oh, kijk. De Common Ostrich Education Rate is 10%. Bob Claim Reward. En nu moeten we op de temperatuur gaan letten, want het sneeuwt. Het is min 1. Min 2 ook. Dus nu moeten we kijken. Oh god. Zie je dit? Ik heb bij de schildpadden nog niks geplaatst. Dat is goed dat het ons nu opvalt, want dan moeten we daadwerkelijk snel wat aan doen. Hier. Wat? Terrain is ook inappropriate? Er ligt te veel sneeuw. Ja, oké, ik snap hem. Ja, daar gaan we wat aan doen. Even kijken, wat vinden jullie een aangename temperatuur? 28 graden is ongeveer het gemiddelde. Ga ik regelen, jongens. Ga ik regelen. En hoppakee, de sneeuw is zo goed als weg, behalve hier een klein gedeelte. Dus dat moet ik eventjes fixen nog. Inspector Left, mag ik het reportage hebben? Oké, habitat 1 is 4 sterren, 2 is 5 sterren. Aha, education facilities is 3 sterren. Nou, ten opzichte van wat het eerst was met gewoon 1 ster, zijn we al flink vooruit gegaan. Dus daarop moeten we zeker nog uitbreiden. Dus enigszins overlappend gebied van deze heater naar die andere habitat. Ik kan het alleen even lastig laten zien. Alleen die zitten ongeveer op dezelfde temperatuur, dus dat maakt niet heel erg uit. Nu zoek ik even weer een schildpadje. Hey, wat vinden we ervan? Ja, er is nog steeds een beetje sneeuw, maar dat, ja, vinden ze niet heel fijn.
Last meal quality gaan we ook wel eventjes omhoog krikken voor jullie. Oh, het is ook grade 2. Ja, dan kan ik er moeilijk iets aan verbeteren. Vet research voor de iguana, voor de tortoise en voor de wolf is compleet. Potverdikkie, dat is wel even heel veel. Want Glenaroy die heeft er nu even niks te doen. Maar wij hebben natuurlijk net de tapier erbij gemieterd. Dus daar mag wel wat onderzoek voor plaatsvinden. Hadden we niet ook een vierde veterinarian inmiddels? Nee, nog steeds niet. Maar dat wordt misschien wel tijd. Vendors, eentje heeft echt low workload. En de andere gewoon echt high. Mechanics ook nog steeds high. Eentje efficient. Dus misschien daar even van upgraden. Doen we wel 2 van upgraden. Keepers. Deze heeft lage energy. Zeer lage energy, maar is wel aan het werk. Oei. We'd better get the habitat 1 habitat wall patched up. Wat is die weerstuk? Barrier status 80%. Dat is gewoon prima. Ik check dat wel eens in de zoveel tijd. Is dat timberwolf dead? Is er een dode timberwolf? Zadi, wat ben jij hier aan het eten? Het ziet er ongeveer hetzelfde uit als dit. Alsof het gewoon niet op dit plateau paste. God damn it! Er ligt hier een dode fucking hond en ik heb hem niet kalvet gedaan. Oh. Timberwolf. Embre. 11,5 jaar oud geworden. Died of old age. Ik heb geen idee hoe lang je hier al ligt. Maar rust in vrede. En weet je wat het domme is? Deze struisvogel blijft hier binnen staan. Waarom? Weet ik veel. Omdat hij het enigszins comfortabel vindt. Maar dan zit hij van ja, nee. Maar er is ruimte tekort. En daar zit ook nog een warthog. En dan zit ik ook van... Hou je bek. Hou je bek. Er is een tapier ziek. Tularemia is hij ziek aan. Er stond bij, wat was het? Vet called. Nou, ik tief die knop er alsnog maar eventjes op. Om er extra gang achter te zetten. Want we willen natuurlijk niet dat onze tapiertjes ziek zijn. Huppakee, ga maar even snel oplossen. Volgens mij hebben mijn veterinarians het echt sterrefens druk. Nou, dit is efficiënt. Dus het zal waarschijnlijk gewoon wel goed zitten. Oh, ik heb breed een nieuw exhibit animal. Nou, zijn er weer zeker 500 schorpioenen bijgekomen? We pakken het lijstje er even weer bij. Er zijn weer 500 schorpioenen bijgekomen. Ik had het ook kunnen weten. Oh, hoe oud worden die schorpioenen eigenlijk? Want mijn oudste is bijna 13 jaar. 17 worden de oudste. Ik zou mijn oudjes weg kunnen doen. Bijvoorbeeld. En dan hoop ik dat ik ze naar het wild kan sturen. Alhoewel, beide geadopteerd. Logan en Verly. Als ik dan Varden overhoud, dat is een mannetje. En Ivetja, dat is een vrouwtje. Zijn beide nog hartstikke jong. Dan is het prima. Dan stuur ik mijn oudjes er gewoon op uit. Send to Trade Center. Move. Dan wordt het hokje weer een beetje leeg. En dan gaan we even kijken. Quick Trade. En deze moet ook Quick Trade zijn. Ja, beide quick trades. Confirm. En de resterende 3 gaan we release to wild. Hoppakee. Alsjeblieft. Oeh, een nieuwe mechanic research. Als in shelters en climbing. Interessant. Want shelters, ja, die waren over het algemeen een beetje hetzelfde. Oh. Ik kan ze nu van metaal maken. Oké, dat voel ik niet helemaal. Ik vind dat iets te rauw of zoiets. Maar misschien voor beesten zoals een giraf, olifant, et cetera. Die kunnen daar dan beter mee omgaan. Oh, ben jij lekker aan het bevroren fruit aan het likken? Wat een cutie. Dit is toch geweldig. Dit is toch ongekend. Een doos. Een kartonnen doos is goed. Let op. Voor de tapier. De warthog. De timberwolf. Het is een kartonnen doos en hij kost $100. Wat? Oh, hey, dit is wel heel sick. Een large animal climbing frame. Ik zou mijn god niet weten van welke beesten dit is. Volgens mij is het voor geen enkel beest wat ik heb. Maar dit ziet er zo ziek uit. Oh, ik wil het implementeren. Alleen ik heb nog geen enkele beesten die hiervoor benoemen. Oh, wat is dit? Een piñata enrichment. Hier is piñata.
Hoppa. Boom. Oh, dit hier. Een prey-scented sack. Dat is wel vet. Zo'n soort food enrichment. Er zit een rotation lean feeder. Zo, de Timberwolves hebben echt gekke shit, ouwe. En ik plaats het er allemaal in. Huppakee, jullie mogen alles hebben. Power. Gewoon simpelweg power. Prima. Oh, Geert. Geert, ik heb jou helemaal nog niet aan het werk gezet. Hemel. Staff facilities is misschien wel een idee. Alleen, weet je wat het ding is? Ik heb maar 3 workshops. En nu heb ik er 4. En ik zit weer veel te lang dit spelletje te spelen. Maar heet de Tapiers welkom bij de familie. En zo is onze dierentuin toch even lekker aan het uitbreiden. En dat vind ik mooi. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Volgende week zijn we er gewoon weer. En dan gaan we kijken hoe we het dan er vanaf zullen brengen. Tot die tijd zie ik je graag bij een andere aflevering. Want ik heb hier 2 knoppen naast me staan. Daar kan je op drukken. Dat zijn ook gewoon video's die ik heb gemaakt. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!